Ja, wat moeilijk om te verwoorden, vind ik. Allee, ik ken niet zoveel mensen die arm zijn. Ik heb wel een paar moedwerkprojecten op school, maar echt precies wat dat is, weet ik niet zo goed. Durven zeggen. En als je dan ziet dat die mensen nog niet altijd tijd de moed weer hebben om terug naar buiten te komen, om hun gedachten te zeggen, dan vind ik fantastisch. En daarom is een vereniging heel belangrijk. Ik ben een van de eerste opgeleide ervaringsdeskundigen. En ik herinner me nog, we waren met drie, het ging over toen opgaan, of alleen voor een tarwe contracties hadden. En we waren met drie mensen. Joke Janssens, Luc Pelgrims en ikzelf. En we moesten zogezegd het vooruitgangcongres organiseren. En we hadden daar 6 minuten tijd voor. Maar Paul vond dat we alleen dat kennis moesten doen over armoede. En we kregen alle drie voor zijn eerste werkdag een stapel boeken. En Paul die schoof die boeken naar Luc en een andere stapel naar Joke. En dus zo'n stapel naar mij, en met dezelfde gang ging die stapel naar mij terug richting Pop. En die keek zo, en ik zeg tegen Pop, kijk, ik heb het genoeg aan voor armoede, en als je iets te vertellen hebt, waar je van denkt dat ik dat niet weet, moet ik me vertellen, want ik lees niet geen boeken. En zeker niet zo'n stapel. En we hebben een heel dag bezig geweest over armoede, en hoe dat ik dat beleefde. En, nou ja. Dat was eigenlijk mijn eerste werkdag. Altijd beter. In een rijke regio als de onze groeit 1 kind op de 10 op in armoede. En dat is iets wat die kinderen vaak hun hele leven meeslepen. Vanmiddag om 5 uur in Antwerpen. Hier bij VZW Rechtop houden eindelijk kansarme jongeren hun wekelijkse meeting. Wij werken eigenlijk heel sterk vanuit een vertrouwensrelatie met de jongeren. Wij doen leuke dingen samen, maar we hebben ook heel veel aandacht voor hun persoonlijke context en hun problemen. We proberen samen met hen naar oplossingen te zoeken als er moeilijkheden zijn. Je kunt dat niet zomaar van vandaag op morgen oplossen. Dat is onmogelijk, dat weten wij allemaal. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om erbij stil te staan en erbij na te denken. En ik denk ook dat het vaak begint met op de school. Want daar moet je eigenlijk klaargestoomd worden om later te kunnen functioneren op een werkvloer. Vrijwilligers van armoedeverenigingen waarschuwen mensen voor consumentenkredieten. Of kredietopeningen die dat u krijgt als u in een groot warenhuis zo'n kaart krijgt of geld dat u daar toch enorm voor moet oppassen. Een gratis advocaat blijft ook niet helemaal gratis voor de rechtszoekende. Die zou voortaan enkele tientallen euro's moeten betalen. Middenveldorganisaties zoals de Gezinsbond of het Netwerk tegen Armoede protesteren. Absoluut, te gek voor woorden. Mensen die al bijna geen geld hebben, die moeten dan nog 35 euro gaan betalen om één zaak in te dienen. Dat is absoluut te gek voor woorden. Er zijn wel drempels genoeg om naar een advocaat te gaan, buiten ook nog eens de financiële drempels die men dan ook nog eens moet overwinnen. Marjan met haar kleinkind op de speelplaats. 4 kinderen heeft Marjan en ze heeft het niet breed. De schoolfactuur betalen was voor haar soms heel moeilijk. Soms wel, ja. Maar soms meestal wel. Maar je doet dat best, je probeert zoveel mogelijk. Maar ja, er zijn er altijd die ertussen uitkippen, dan komen er andere rekeningen bij. Dus die even dringend zijn of dringend dan nog. Opvallend is wel dat er vooral in lagere scholen veel schulden zijn. Terwijl er daar toch een maximumfactuur is van 70 euro per jaar. Maar daar komen dikwijls nog kosten van buitenschoolse opvang en maaltijden bovenop. Het netwerk tegen armoede wil zo'n maximumfactuur ook in de middelbare scholen. En vraagt dat de studietoelages automatisch worden betaald. Nu moeten mensen die nog zelf aanvragen. Als mensen afhaken van werk,
Dan zeggen ze, ja, het is een ramzak. Maar we moeten de achtergrond weten. De problemen. Alle mensen hebben het niet zo simpel allemaal. Zeker nu. Dirk vond onlangs werk, maar het kostte heel veel tijd. Precies daarom begrijpen de armoedeverenigingen niet dat de uitkering van langdurig werklozen binnenkort al na 2 jaar zal dalen. Ze stappen naar de...